Ja, Mares is een uh, huis voor uh, hedendaagse cultuur. En dat is eigenlijk in de brede zin is dat een heleboel dingen die met de kunsten te maken hebben. Dus wat je hier kunt verwachten, behalve dat je hier heel lekker kunt eten uh, en dat we een prachtige tuin hebben, is dat we tentoonstellingen maken van beeldende kunst, maar ook performances hebben. Dat we uh, vormgevingsprojecten uh, doen. Dat we rond thematiek en rond kunstenaars eigenlijk altijd bijzondere dingen presenteren. Het is dus eigenlijk de bedoeling dat Maresse ook een, een huis voor Maastrichtenaren wordt om naartoe te gaan. Waar je een kopje koffie drinkt of in de zomer een glaasje wijn in de tuin. Maar daarnaast is dus altijd een, een interessante expressie van de hedendaagse cultuur tegenkomt. Voor de meeste mensen is die hedendaagse cultuur eens ingewikkeld. Luister je naar hedendaagse muziek, dan denk je: oh ja, dat is een beetje piepknor, denken mensen dan. Hedendaagse kunst is moeilijk te begrijpen. En wat wij eigenlijk proberen te doen, is uh, door, door nadrukkelijk een huis aan te bieden, is te zeggen, we hebben een huis, het is een prachtig Maastrichtse huis, van de bierbrouwersfamilie Mares oorspronkelijk. Het staat ook in ons logo, waar iedereen welkom is. En uh, ja, dan is het makkelijker om een kopje koffie te gaan drinken, en dan te gaan kijken van, oh, wat is er voor, voor prachtig te zien? Of, ik begrijp er niks van, maar ik kom toch terug, van ik vind het gezellig hier. Dus het is in zekere zin wel iets, wat het huis compleet maakt. Dat je niet alleen zegt: Je hebt je kunst, lust je het niet, dan uh, verdwijn je maar weer. Maar dat je zegt: Nee, we hebben verschillende dingen. Mensen kunnen komen kijken en ze kunnen gewoon voelen van, van wat het is. En, uh, en, en dan is zo'n restaurant en een tentoonstellingsaal samen uh, is eigenlijk een heel bijzonder pakket om aan te bieden. Wat we eigenlijk hebben gemerkt is in de laatste tien jaar, is de, de hedendaagse kunst is steeds verder naar een. Uh, naar een heel intellectueel niveau gekomen. Dus um, steeds minder wordt er over naast de kunst gezegd dat die mooi is. of uh, dat je er iets bij voelt. En steeds meer dat het heel ingewikkeld is. en heel slim uh, en heel theoretisch. En uh, wat Maresse eigenlijk probeert te doen de komende jaren. is op zich niet te zeggen dat, er, dat het eenvoudig moet. maar die intellectuele laag gaat, gaat meer de tweede laag worden. We willen tentoonstelling maken waar mensen iets bij voelen, waar ze weer op hun zintuigen worden aangesproken. En in sommige gevallen ligt dat wat verder weg dan anders. We hebben nu een tentoonstelling die heel visueel is, maar ook speelt met wat je ziet en wat je weet. Uh, en dat is altijd verschil tussen hoe mensen kijken. Maar in de toekomst gaan we met koks werken, en we gaan met parfumeurs werken, en we gaan met. Vormgevers van geluid werken. We gaan uh, daarbij ondergrondse ruimtes in Maastricht gaan we geluidskunst zetten. Uh, we gaan hier laten koken, kookworkshops houden. Uh, en er zijn allemaal dingen die, waar we het brede palet zeg maar, van de kunst aanspreken. Maar ook van een hoop dingen zeggen. Ja, je bent niet gewend dat dit contemporaine cultuur is, maar het is het wel degelijk. En kunstenaars binnenhalen om juist in die andere gebieden werkzaam te zijn. Ja, een goede tentoonstelling. Um... Een tentoonstelling kan een heleboel verschillende dingen zijn. Het Kan een heel documentair zijn. Het kan een krachtsexplosie van beeld of geluid zijn. Het kan een wandeling zijn. Dat kan van alles zijn. Wat voor mij heel belangrijk is, is dat mensen een tentoonstelling is voor mij geslaagd als er een heleboel mensen komen uh, en dat die daar uitlopen en dat ze het liefst met nog een vraag eruit lopen. Van er is iets in ze wakker geworden. Ze hebben iets gezien. Ze hebben iets gehoord. Ze hebben iets gevoeld. Dat nemen ze mee. En, ze, en, en dat vormt onderdeel van datgene waar ze over nadenken de hele dag. Ze zeggen, nou, uh, ik ben daar geweest en dat heeft me toch aan het denken gezet. Of ik ben daar geweest en ik heb, iets, ik heb één heel mooi beeld gezien. Ze hoeven niet alles te weten. Mensen hoeven ook niet lang binnen te zijn. Maar het is belangrijk, ook voor mijzelf. Als ik naar een tentoonstelling ga, dan wil ik in ieder geval met één gevoel naar buiten. Op zijn minst wil ik één ding gezien of gevoeld hebben waarvan ik zeg. Ah, ja, ik vond, ik vond niet alles wat, maar dat vond ik heel speciaal. Sommige mensen, die, 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 um, die raak je aan met ideeën en andere mensen raak je aan met geluid of beeld. En eigenlijk moeten wij al die niveaus bespelen. Een huis voor de henaarse cultuur, maar eigenlijk alle instellingen die zich bezighouden met de hedennaarse cultuur. Die moeten risico's nemen. Die moeten met kunstenaars in zee gaan die misschien toch niet helemaal leveren wat je dacht dat ze zouden leveren. Uh, ze zijn met producties bezig die anders lopen dan ze verwacht hadden. En dat betekent soms ook dat die producties kunnen mislukken. Dat een tentoonstelling niet helemaal wordt wat je verwacht. En uh, die mislukkingen zijn gewoon het resultaat van experimenteren. Als wij niet het experiment opzoeken, dan zijn wij ook geen Centrum voor Eidenaars-kunst. We moeten juist. De hele tijd die afstand overbruggen tussen datgene wat we weten en datgene wat we eigenlijk willen zoeken en willen aanbieden aan nieuw publiek. Eigenlijk de toekomst willen we aanbieden. En wie weet precies wat daarin gaat gebeuren. En het is dus ook heel belangrijk dat het soms mislukt. Want daar leer je ontzettend veel van voor een volgende productie, dat, er iets, dat je iets anders moet inzetten. Maar tegelijkertijd kun je het nooit voorkomen, omdat die mislukking zo onderdeel uitmaakt van eigenlijk het bedrijf wat je, wat je voert. Nou ja, Mares is natuurlijk een voorhoede instituut. Wij moeten steeds op het randje van de toekomst eigenlijk programmeren en kijken wat er gebeurt in de wereld. Een heel fijn voelen van, oké, okay, dit moet gebracht worden. Um, dat is gevaarlijk in zoverre dat je dus meer mislukking creëert. Maar daar staat tegenover dat je eigenlijk, vind ik, uh, Mares zo moet neerzetten in Maastricht. Dat mensen ook sympathie hebben voor die mislukking en dat ze eigenlijk zien. Oké, okay, we zijn hier met z'n allen eigenlijk aan het proberen iets te vinden. En als je het niet vindt, dan is het toch de zoektocht alleszins waard geweest.